Waar in Nederland kun je beter je zomervakantie doorbrengen dan in Oosterwijk? Er zijn campings waarvan alles te doen is. Van beachparties tot nachtelijke spooktochten. Voor ouderen, voor kinderen en voor alle leeftijden daartussen. En dan is er natuurlijk de weekmarkt, waar ze graag laten zien wat ze te koop hebben. De stichting Toeristentrein Oosterwijk brengt je naar alle mooie plekken in en om het dorp. Hoe tevreden zijn de toeristen eigenlijk over Oosterwijk? Oosterwijk is een van de mooiste plekjes van Nederland en dat weten heel veel mensen niet. Hierachter heb je de Campina en dat is super. Geweldig hier, doen. Het is geweldig. Prachtige streek. Het heeft van alles, het biedt van alles hier, doen. Je bos, de vennen, fietsroutes. Ja, heel mooi, heel mooi. Het is een hele mooie camping en wij zitten hier al voor de zevende seizoen. Het is hartstikke gezellig hier en het weer is prima. En waar komt u vandaan? Noord-Holland. En in Noord-Holland heb je toch ook wel mooie plekken? Ja, dat is meer de kust en wat ook. Ja, maar dit is geen bossen. Wij zijn echt gek van de bossen. Ja. Wij komen uit het midden van het land, de Veluwe. Ja. Dat is ook heel mooi, maar een andere omgeving is ook eens een keer mooi om te zien, hè? Ja. Ik vind het heel leuk, maar ik ken Oosterwijk wel. Want ik heb een vriendin in Haren wonen. Dus wij komen hier nog wel eens. Dus we gaan wel eens even Piet plezieren of hier lekker wandelen in de bossen of fietsen. Op de camping hebben vooral de kinderen het uitstekend naar hun zin. Hoi, dat vind ik wel stoer. Ben jij van die ladder afgesprongen? Ja. En hoe vond je het? Ja, als je boven staat denk je van ja, ik doe het niet, maar als je beneden komt denk je wel ja, dat was best gaaf. Je was niet bang? Nee. Zwem jij veel? Ja, best vaak. Ook veel van de duikplank? Ja. En hoe vind jij het in Oosterwijk? Superleuk. Wat vind je nou precies zo leuk in Oosterwijk? Dat ik mag spelen en zwemmen. En dat het nu een beetje regent, vind je niet erg? Dan kan ik thuis spelen met mijn mama. Oh, in de tent? Nee, in het huisje. Oh, jullie hebben een huisje? Ja. En is dat leuk om in zo'n huisje te slapen? Ja. Heb je een ander bed dan thuis? Ja. En hoe ziet het bed er hier uit? Plat. En heb je thuis geen plat bed dan? Nee, een stapelbed. Oh. En die ballonnen, is dat iets bijzonders? Nou, dat is een ballon, dat is zeker een bijzondere ballon. Deze ballon kunt u afvallen. Nou, dan denk je, hoe kunnen we afvallen? Kijk, dus iedere dag een half uur hoppen met die ballon. Kijk, meestal lopen ze een ballon alleen maar zo recht toe, recht aan. Als je met deze ballon iedere dag een half uur springt, dan springen de pontjes vanaf. En heb je geen Sonja Bakker voor nodig. Ik ben zelf mijn 120 kilo 2 maanden geleden begonnen en ik zit nu aan de 88. Dus. Ja, dat geloof ik meteen, echt waar. We zijn eigenlijk heel toevallig gekomen. We zaten in Duitsland en dan zijn we, het weer was daar niet zo goed. En dan zijn we gewoon afgekomen naar Nederland. En in de campergids stond deze camping en zo zijn we hier terechtgekomen. En hoe bevalt u deze camping? Ja, prima, hè. Geen klachten, alles is in orde. Zijn jullie hier ook op vakantie? Nee, ik ben niet op vakantie. Ik ben een stagiaire en we hebben vanavond een hele enge spooktocht. En dan gaan we nou vooral zorgen dat mensen dat weten en of ze vandaag komen, als ze durven. Maar eerlijk gezegd vind ik jullie er wel schattig uitzien. Ja, nu zijn we schattig, maar vanavond zien we er heel anders uit. Oosterwijk is top! Yeah! Yeah! Meneer Van Pilsen, u bent de conducteur op de trein in Oosterwijk, op de toeristentrein? Ja, sinds
Koninginnedag vorig jaar rijden we met deze trein door Oosterwijk en we hebben 21 vrijwilligers, half chauffeurs, half conducteurs. Ik ben een van die 21. Oh, het is nou mooi weer, het is gezellig. Ja. We zijn rond de Venne gelopen net en dat is wel mooi, hè? En gefietst hoorde ik. Ja, we hebben een stukje gefietst. En vond je het leuk op de fiets? Ja. Rechts van ons hebben we de drie deuren, een complex met restaurants. Alsjeblieft. Zo. Ja. Zo. Nou, is het leuk? Vind je dat er veel toeristen zijn in Oosterwijk? Als het goed weer is, dan merken we het wel. Op de markt dan, hè. Ja. Maar nu is het vandaag lekker weer, dus heeft u het druk gehad? Mag ook weer niet te goed zijn, want ja, de zon, dan liggen ze misschien aan het water of terrasjes en zo. En dan komen ze wel later, ja. Ze komen wel? Ik vermoed het wel en ik hoop het ook. Ja. Gaat u zelf nog vakantie vieren? Nou, dat wordt wel eind van het jaar. Ja, wij moeten nou de kost verdienen, hè. Ja. Ja. Vooral met goed weer, dan zie je hier echt veel meer volk in Oosterwijk. En welk fruit zou jij nou de toeristen aan willen raden? Zeker de kersen hier, want het zijn lekkere zoete kersen, volle grote edelvingers, Hollandse. Hollandse kersen, en hoe komen die zo groot, want de zon heeft nog nauwelijks geschenen? Ja, dat zit gewoon in de Hollandse bomen, hè. Dan krijg je grote kersen. Ja, precies deze, die heb ik ook. Ja, en, heb ik nog, ook. En deze is hoger dan deze, kijk. Nee, die zijn allemaal even hoog, deze. Oh toch? Ja, allemaal. Deze is hoger. Meneer, dit is ook een hele mooie, vind ik. Ja, maar ik heb hem voor de winter nodig. Dat heb ik allemaal. Kijk, als je bij mij komt kijken, weet je niet wie die zit. Zeg jij het maar even. Vind jij hem te donker? Misschien. De schitterende strijd hier tussen Mike Tyson en Tuur. En wie ze gaan winnen, de partij gaan gelijk op. Ze gaan hangen, de linkse van Mike Tyson, de rechtse van Tuur. Hop, 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 hop. En daar zijn ze. En ze zijn vandaag allemaal dubbel gejenst. Met een bladprik afgesneden, de zweeprik nog gesweept. Met de Rico mondig meegestoken, met de haan gejoekeld. Kijk, die zijn leuk, hè? Niet geloof, maar daar zit een kampioen bij. Even dan die meneer. Oh, het is nu alweer op de 180 slagen in de minuut. Het is zowel links als rechtshandig. En ik heb namens de moeder gehoord niet verstandig. Nee. Maar dit is al de tweede keer dat we hier zijn. Dus, en een mooie camping, hè? Ja, absoluut. Nee, de camping is geweldig. Wanneer wordt dit uitgezonden? Dit wordt 21 augustus uitgezonden, maar jij woont niet in Oosterwijk, denk ik. Nee. En weet je hoe je het dan toch kan zien? Nou? www.lovogemist.nl. Oké. Okay. Lovogemist.nl. Nou, hartstikke goed, jongens. Dus 21 augustus, allemaal kijken. Lovogemist.nl op de computer. Vakantie in Oosterwijk. Meer dan de moeite waard dus.